27 boeren gaan 500 hectare van de Prins Bernhardpolder beplanten met zaaizaad. Afgelopen weekend was er een presidentiële delegatie in Nikeri om de eerste vorderingen van dit project mee te maken. Eerder dit jaar konden de boeren zich aanmelden bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij om in aanmerking te komen voor een perceel te Prins Bernhardpolder. Na een loting werden er 27 boeren geselecteerd. De kavels, die samen ongeveer 500 hectare beslaan, behoren toe aan de Stichting Experimentele Landbouw. Door tussenkomst van een coöperatie zijn deze gronden onder strikte voorwaarden beschikbaar gesteld aan de boeren, waarop onder begeleiding van Adron zaaizaad geproduceerd zal worden. Minister Pralat Seudin wees erop dat met deze ontwikkeling er genoeg zaaizaad moet zijn voor Nikeri in de komende periode. Jullie hebben maar 2 seizoenen om jullie areaal op te schonen. Het seizoen dat in november gaat beginnen. En het seizoen dat volgend jaar in juni, juli gaat beginnen. Mei, juni. Ik hoop dat jullie in 2 seizoenen jullie areaal hebben opgeschoond. Want volgend jaar in november hebben we al de eerste nabouw van zaaizaad reeds beschikbaar door Adron om dat te vermeerderen. Hetgeen inhoudt dat begin 2025, het oogstseizoen van maart-april 2025, wij, de planning moet goed zijn, directeur, dat wij genoeg zaaizaad zullen hebben voor heel Nikeri. Dus los van deze 500 hectare moeten we de andere zaaizaadboeren gaan mobiliseren dat we genoeg zaaizaad hebben voor heel Nikeri. President Chandrika Prasad Santokhi is blij dat er boeren zijn die de rijstproductie verder willen continueren. Deze ontwikkeling moet bijdragen aan voedselvoorziening van de wereld, meent het staatshoofd. Wat doen wij als land? Laten we eerst beginnen in die regio. Die regio is CARICOM en ook CARICOM heeft gezegd, wij moeten ook bijdragen leveren aan die voedselzekerheid. En de volgende besluiten zijn belangrijk. 1. Import van buiten. CARICOM moet verminderd worden met 25% voor het jaar 2025. Op dit moment is er op jaarbasis een import in CARICOM van 6 miljard Amerikaanse dollar. En dat moet teruggebracht worden. Met 25%. Dat wil zeggen, je moet het opvangen. Waarmee? Met lokale productie. De president zegt dat met deze ontwikkeling in het Prins Bernhardpolder de vergrijzing binnen de agrarische sector ook wordt tegengegaan.